Welkom, u bent hier bij Meerbeek Kerkers en Campers in Doetinchem. Mijn naam is Gerrit-Jan Meerbeek. Meerbeek heeft het leukste kerken- en camperbedrijf van Nederland omdat wij alle topmerken onder één dak presenteren. Wij zijn specialist in merken zoals bijvoorbeeld kampeerauto's LMC, Hobby en Deadlifts. En caravans verkopen wij van de topmerken uit de Europese caravanmarkt Adria, LMC, Hobby en Fendt. Vandaag gaan wij u presenteren de absolute topper uit het Fendt Caravan Gamma 2021, de Fendt Saphir 465 SFB. Ik geef graag het woord aan de heren Meerbeek, Mark en Ryan. Van één ding ben ik overtuigd, na het zien van u, van deze presentatie door deze twee heren, zult u die topcaravan echt nooit meer vergeten. Dankjewel, Gerrit-Jan. Je hebt de lat wel hoog gelegd, maar we gaan ons best doen. Ryan, kun jij eens iets van de buitenkant vertellen van die caravan? Natuurlijk. Loop met mij mee, ik laat u alvast de buitenkant zien. De achterkant van de caravan. Laat hem u alvast zien. Prachtig. Ziet u alvast die eerste indruk? Nieuwe type benaming. Dat kenmerkt het modeljaar 2021. Saphir 465 ziet u hier terug. Ziet u ook weer hier terug. Fendt caravan. Mooi groot achterraam. En dynamische achterlichten. Waardoor hij een hele sportieve indruk op mij maakt. Als goed begrijp, Ryan, dan zijn die achterlichten ook helemaal van LED als ze aan zijn, hè? Klopt, ja, dat zijn de beste technologieën die Fendt daarbij heeft toegepast. Eigenlijk nooit meer lampjes vervangen. Dat is mooi. Heeft een hele lange levensduur. Ga naar de zijkant. Naar de zijkant. Ik ga de deur even dichten, dan krijgt u een nog betere indruk van de zijkant. Ziet u ook weer die rode bies. Prachtig. Mooi voorraam in de kerk en mooi groot voorraam ook. Meerbeek beste koop staat hier al. Nou, daar ben ik het nu al mee eens. Je ziet weer die type benaming verandering. Nog een raam, hierachter zit de toiletruimte. Dit is een iets ander soort raam, dit heet melkglas. Komen we uit bij de voorkant van de caravan. Die is ook mooi, heel erg mooi. Dit is een disselbak met wisscharnier. Kijkt u maar hoe mooi dat omhoog gaat. Nou, nu kunnen we de inhoud van de disselbak bekijken. Plek voor twee gasflessen. Gaslang, drukregelaar. Slinger om de poten mee uit te draaien. Standaard voorzien een afvalwatertank. En ook nog twee wielkeggen. Nou, dit is een mooie aluminium anti-slipbodem. Kunt u uw spullen goed op neerzetten tijdens het reizen. En hier ook nog de geïntegreerde kogeldrukmeter. Nou, helemaal geweldig. Ik doe de disselbak weer dicht. En ik ga aan mijn collega Mark vragen of hij mij de binnenkant van deze caravan wil laten zien. Dat gaan we doen. Loop mee naar binnen. Ja, hier zijn we aangekomen bij de binnenkant van de Saphir 465 SFB. Eerst even wat technische informatie. De 465 SFB, dat is een model met een totale lengte van 7,5 meter. Gewicht 1150 kilo en de as kun je laden tot 13, 14 of 1500 kilo. Dus je hebt dat ruim voldoende laadvermogen. En wat kan Fendt nou bouwen in die indeling? Nou, eigenlijk is dit de ideale gezinscaravan. Dus hier heb je een hele mooie vlotte rondzit met de nieuwste salvering Tardif. Persoonlijk wel mijn favoriet. Ik vind hem er heel erg mooi uitzien. Let op de mooie zeiltafel. Deze is standaard in hoogte verstelbaar. Dus je kunt de ideale zithoogte pakken. Mooi meubelwerk. Voor 2021 is dit helemaal met RVS afgewerkt. Metalen handgrepen ook RVS, dus heel solide. Indirecte verlichting zie je doorschijnen naar binnen. Zit ook bovenin verwerkt. Alle hoeken zijn voorzien van mooie leespotjes. Super functioneel aangesloten. De rondzit heeft hoekkussens, waardoor de rondzit dus heel groot is. Dus binnen die 7,5 meter is er optimaal ruimte gecreëerd. Dat ziet er echt fantastisch uit. Hoe zit het, Ryan? Ja, heel goed. Ik heb ook gelezen dat de kussens een heel goed soortgelijk gewicht hebben. En dat voel ik nu meteen. Het zit heel comfortabel. Klopt. In die stof Cardiff dus. Gaan we door naar de zijkant van de rondzit. Dan zien we hier de mooie keuken zitten. Nou, Fendt is daar top in afwerking. Let bijvoorbeeld op de geleiders van de keukenladen. Soft close, pushlock sluiting. Overal voorzien van echte laders, ook de onderste. Dit wordt nog eens door fabrikanten vergeten, dat ze hier gewoon een klepje doen. Is natuurlijk wat goedkoper. Maar hier is een lader, zelfs hier nog een apothekerskast. Zodat de ruimte van de keuken optimaal benutbaar is. Stopcontacten dubbel. Stopcontacten zitten er sowieso in de Fendt meer dan voldoende in. Je hebt altijd minimaal 10 stuks, helemaal rondverdeeld in de hele wagen. Zie je uitgebreid. Dit is een leuk item. Hier heb je de watermeter. Uit die indruk kan ik precies zien hoeveel water er nog in mijn watertank zit. Dus nu kan die gevuld worden. Hij staat hier natuurlijk leeg. Alle verlichting is natuurlijk LED. Hier ook weer mooie grote kastkleppen. Ook met soft close.
Je ziet hem zachtjes dichtslaan. En bij rijden sluit je hem dicht. Voor 2021 heeft Fendt nog een noviteit toegepast. Dat is de nieuwste Dometic dubbeldeurs koelkast. Wat bedoelen we daarmee? Dat de koelkast kan van deze kant open. Dus als je vanuit de keuken het werk bent. Maar als je morgens neer het bed uitkomt, kun je van deze kant op een makkelijke manier openen. Daar gaat hij goed dicht. Dan gaat hij hier open. Dus kun je er van twee kanten goed bij. Wat is wel mooi van deze nieuwe koelkast? Deze heeft dus een echte rechte vorm. Waardoor je dus een inhoud hebt van bijna 140 liter. En door de rechte vorm is hij optimaal benutbaar. Waardoor je dus heel veel spul gekoeld mee kunt nemen op vakantie. Goed over nagedacht door Dometic en Fendt samen. Hier zien we het vaste bed. Een heel royaal vast bed. 1,45 bij 2 meter. Erg groot. Hier nog een mooi detail om de hoek. Er is ook gedacht aan om de jas netjes weg te hangen. Dus de hangkastmogelijkheid zit erin. Dat je daar dus de jas zo makkelijk weg kunt hangen. Bovenkasten helemaal bovenin afgewerkt. Hier kom je bij het toilet. Toiletruimte. Voorzien van een Tetfat cassette toilet. Goede ventilatie. Raam met hor en verduistering. Opbergmogelijkheden voor je toiletspulletjes. Maar ook hier weer grote royale kasten. Waardoor je dus een boel spullen makkelijk kunt opbergen. In dit kastje zien we standaard nog de Trumanboiler zitten. Fendt is uiteraard voorzien van alle luxe. Ze werken natuurlijk zonder pakketten. Dat is helemaal compleet. Wij werken wel met het pakket. Het Limited Edition pakket van Meerbeek. Maar daar vertellen we daar iets meer over. Hier ook een bergruimte hier achterin. Achter de spiegel. Werkt een mooie ledverlichting. Zeer subtiel afgewerkt. En natuurlijk een grote hangkast erin. Hier ook weer veel ruimte. Waardoor je dus makkelijk spulletjes mee kunt nemen. Truba kachel erin, ringverwarming erin en rekening houden met eventueel plek voor een koffiezetapparaat of een televisie. Dat zijn van die items waar Fendt perfect is afgewerkt. Let ook op deze mooie ronde vorm, hoe mooi dat wegloopt. Standaard is natuurlijk die nieuwe deur van Fendt ook voorzien van die verlaagde coupé instap. Met de hotdeur die er naadloos op aansluit. En wat een mooi detail is, toen ik net binnenkwam, kun je natuurlijk zien dat die deur, dat is gewoon perfect afgewerkt. Mooi groot raam erin. Zo gaat hij op slot. En hij draait goed, zo gaat hij weer open. Dat zijn een paar mooie details van dus die 465 SRB. Nu gaan we naar de prijs, maar die is uniek. Nou, mijn collega Mark vertelde binnen net al over de Meerbeek Limited Edition uitvoering. Nou, dat is het eerste item ervan. Dat is de Tudor 6300 luifel met Mystic Grey doek. Die luifel heeft een uitvoer van 2,50 meter. Erg mooi. En hier onder bij de band ziet u de Enduro 505 FL mover. Die mover is voorzien van een lithium accu. Die accu weegt maar 3,5 kilo. En die mover is volautomatisch. Je kunt hem helemaal bedienen met een afstandsbediening. En hij heeft een waterpasfunctie. U kunt de mover waterpas zetten via de afstandsbediening. U kunt de caravan waterpas zetten via de afstandsbediening van de mover. Nou, dat is helemaal geweldig. Helemaal compleet dus. En nu de prijs. Ja, nu genoeg over die mooie caravan. Nu gaan we naar de prijs toe. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Wat hebben wij gedaan van Meerbeek? We hebben deze Saphir 465 hebben een speciale Limited Edition aanbieding van gemaakt. Dat betekent, je hebt de caravan, je hebt de volautomaat mover, je hebt een lithium accu van 4 kilo, Tudor luifel erop, e-net box zit er nog standaard in, vertellen we u graag in de showroom hoeveel dat er is, maar dan komen we op een totaalprijs van 28.884 euro. Wij kunnen dit nieuwe model, model 21, leveren met een korting van 2898 euro. En dan komen we op een totaalbedrag van 25,95. Helemaal compleet in Doetinchem. Dus dit is eigenlijk de prijs waar je normaal in de gebruikte markt zit te kijken in 2015, 16. Wat moet ik daar wel niet voor betalen? Maar bij Meerbeek krijg je gewoon een model 2021 met de nieuwste accessoires. Met die waterpasfunctie en die luifel van die mover. Zoals mijn collega net al vertelde. En als je dan zegt van ik ben enthousiast geworden van deze film. Hoe lang duurt het om deze te leveren, Ryan? Binnen 24 uur. Binnen 24 uur. Nou, wij nodigen u uit in Doetinchem. Tot ziens. Tot ziens. Wij van Meerbeek hopen dat u heeft genoten van deze productpresentatie. Bent u de volgende die wij blij gaan maken met een nieuwe caravan of camper? Kom bij ons langs en we wensen u een fijne vakantie.